Aflevering 21, Leon's Winementaries. Vanochtend gewandeld naar de plaatselijke Aldi. Een supermarkt die voor mij een beetje afgelegen ligt in een wijk waar ik niet zo heel veel kom. En waarom? Nou, omdat ik pas geleden bij vrienden toch een heel aardig glas Sauvignon Blanc had gedronken die bij de Aldi vandaan kwam. En natuurlijk moet sowieso elke supermarkt, tenminste de wijnen daarvan, aan bod komen in Leon's Winementaries. Vanochtend dus 4 wijnen gekocht en ik was minder dan 12 euro kwijt. En dit was de duurste, 3,49. Hoe is het mogelijk, vraag je af. Vandaag leek het me leuk om te beginnen met de Shiraz. Mijn schoonzus is vandaag jarig. Gefeliciteerd Marianne. En ik weet dat zij van Shiraz wijnen houdt. We gaan zo eens proberen of deze goed genoeg is voor haar. Shiraz, Shiraz, zelfde druif, andere schrijfwijze. Shiraz is de Franse wijze, Shiraz is de Engelse of beter nog de Australische. Ik weet niet hoe het momenteel ervoor staat, maar op Wikipedia lees ik dat met 142.600 hectare wijngaard de Shiraz in 2004 nummer 7 was in de meest aangeplante druivensoort ter wereld. Maar omdat 2004 natuurlijk wel lang geleden is, toch even gecheckt op het internet. Door in Google te zoeken op meest aangeplante druiven wereld, kwam ik op de leuke site van vinodamigo.nl en zag Shiraz, Shiraz in het hele rijtje van de 20 meest aangeplante druiven helemaal niet voorkomen. En van 142.000 naar minder dan 53.000 hectare, dat lijkt me sterk in 7 jaar tijd. Eentje heeft het in ieder geval niet bij de rechtheid, ik weet niet wie. Wie het weet mag het zeggen. Volgens DNA-onderzoek is de Shiraz een kruising tussen 2 obscure druiven, de Dureza, een bijna verdwenen donkere druif uit de Ardèche, en de Mondeuse Blanche, die vrij eenvoudige wijnen in de Savoie-streek oplevert, en waar ik in aflevering 4 over Zwitserse wijnen het ook al even over had. Best bijzonder dus, 2 eenvoudige druiven waar zo'n hoge kwaliteit druif als de Shiraz uit voortkomt. De bakermat van Shiraz ligt precies tussen de Ardèche en de Savoie in, het noordelijke gedeelte van de Rhône, logisch dus wel. Overigens bestaat er ook nog een theorie dat de druif van origine uit Iran komt, in de buurt van de gelijknamige stad Shiraz. Wederom, wie het zeker weet mag het zeggen, ik was er niet bij. Zoals ik al zei, de noordelijke Rhône-streek is de bakermat van de Shiraz. In wijnen als Côte Rôtie, Cornas en Hermitage is het de belangrijkste druif. En in het zuiden van de Rhône, in Châteauneuf-du-Pape, Cossières de Nîmes, Gigondas, wordt de Shiraz juist meer geblend met andere druiven als Grenache en Carignan. Even tussendoor, een mooie website gespecialiseerd in Rhônewijnen is rhonevaluewines.eu. Nou, gauw proeven. Oké, hoe zeg je dit netjes? Hij is in ieder geval niet goed genoeg voor mijn schoonzus. Niet zoals die nu smaakt in ieder geval. En ik vraag me af of dit beter wordt. Alsof het van onrijpe druiven is gemaakt of dat het een hard geperst is. Zo'n nare, niet goed genoeg voor mijn schoonzus. Ik geef hem wel aan mijn broer. Geintje. De geur vind ik wel lekker, maar ja, om nou aan een wijn alleen maar te gaan zitten ruiken. Dat blijft wel nuchter, dat wel. Nu maar hopen dat de overgebleven 3 wel veel plezier brengen. Maar die proeven we een andere keer. Bedankt voor het kijken.